Allee, we hebben weer niet veel te doen. Het zal weer krabben worden om rond te komen deze maand. Ja, dat hert was niet meteen tevreden over dat uithangbord. Schatteke, luister eens hier. Iedereen doet precies alsof dat normaal is dat dieren kunnen spreken. Maar dat dieren ook kunnen schrijven en schilderen, dat is toch nog veel straffer en toch niet zo evident. En dat daar dan al eens een foutje in staat? Daarbij, ik heb dat bord opnieuw geschilderd. En nog eens daarbij, om te kunnen schrijven, moet je poten aan uw lijf hebben. En toevallig heb ik poten aan mijn lijf. Ja! Doe er dan iets mee? Ja, watte. Mag ik iets vragen? Hebt u ook een spa? Sinterhaas, ik had u bijna niet herkend zonder mijter. Nee, nee, brave jongen, mijn naam is Haas Nico Haas. Ik ben eigenlijk zowat een seizoensarbeider. hè? In, in, de, in de winter Sinterhaas. En dan in de lente de Paashaas. En de rest van de tijd probeer ik wat te ontspannen. Te onthaasten. Zeg maar. En, en daarmee dacht ik: ik stap eens binnen bij de oude Le Glain. Bent u, meneer Le Glais? Want u ziet er toch nog jong uit. O, oh, dank u. Le Glin? Nee, nee, ik heet De Hond. Gert, De Hond. Ja, ja, nochtons. De oude Le Glin, dat staat toch op uw uithangbord. Is dat misschien uw opa? Maar nee, dat is hier de zaak van mijn vriend Gert. Maar het moet de Gouden Lelie zijn? Dat heeft hij pas dan weer al verkeerd geschilderd. Nu, in elk geval, hartelijk welkom, meneer Haas. Dag, dank u. Maar ik wou weten, heeft u een spa? Plat of bruisend? Nee, ik bedoel, heeft u zo een bubbelbad? O, ja, ja, een spa. Hier rechtdoor en dan rechts van de sauna. Er hapert iets aan mijn auto. Misschien kan ik hier een garage bellen? Garage, wat een toeval, dat is hier. Ik zal meteen eens kijken naar uw auto, meneer Gie, er. Aangenaam, ja, ja, inderdaad. Zo'n spa en daarna een sauna is geweldig aangenaam. En een massageke kan ik u ook hartelijk aanbevelen. Ja, ja, het is ideaal om te onthaasten. U kan het de andere dieren hartelijk aanbevelen. Ik zal u wat flyertjes meegeven. Die is klaar. Amai, ge zei nogal de krak. Nee, nee, auto was een krak, maar nu kunt ge er terug het beest mee uithangen.